Hoi, ik ben Marleen en dit is mijn brei-podcast. Ik heb hem ook al in het Engels opgenomen en ik dacht gewoon van, ja, ik ga het ook gewoon in het Nederlands doen. Want ik vind het gewoon heel erg leuk als ik naar andere mensen kijk die ook in het Nederlands opnemen. Dat je gewoon die persoon echt in zijn eigen taal ziet praten. Dat is het voornaamste. Ik ben dus Marleen. Ik werk en ik heb twee kindjes samen met mijn hele lieve man. En ik hou heel erg van breien. En ik woon aan de westkust van Nederland, aan de kust. En ja, we genieten elke dag wel van het strand, dat is heerlijk. En ja, ik wil gewoon eventjes wat vertellen ook over wat ik brei en wat ik maak. En waar ik mee bezig ben en ook wel wat dingetjes die ik dan heb gekocht, wat ook gewoon misschien leuk is om te horen. Wat heb ik aan? Dat is dus mijn No Frills van de Petite Knit. Het is een vest die je eigenlijk van boven naar beneden breidt en eigenlijk al gelijk dat je de rand eraan vastbreidt. Dus dat is heel fijn, want dan hoef je niet daarna nog je knoopband eraan te breien en je knopen te doen. Sowieso, dit is zonder knopen, dus dat vind ik ook altijd wel fijn. Op een of andere manier stel ik altijd een beetje uit om knopen eraan te doen. Het is best wel een lang vest. Ik heb hem gemaakt in Malabrigo Rios van, met de kleur Teal Feather. Het is een superwash. Wat is nou de Nederlandse naam voor superwash? Nou ja, superwash wol. Merino. En het is denk ik gebreid op een 4 mm naald. Het enige wat wel jammer is, is dat het... Ik heb gewoon maat L gemaakt. En het enige is dat het best wel een diepe oksel heeft. Dus dat is wel jammer, waardoor die denk ik ook doordat het merino is en superwash, dat hij daardoor ook een beetje van de schouders afglijdt. En dat merk ik wel soms als je dan bezig bent met de kinderen of zo. En dan glijdt dat glijdt je vest af. Dat is niet heel handig. Dus dat is het enige. En ik denk ook eigenlijk wel dat ik best wel een gedoetje had met de mouwen. Dat is eigenlijk heel lang geleden dat ik hem heb gemaakt. Volgens mij heb ik die mouwen ook iets van 2 keer gedaan. Dat weet mijn man misschien nog wel. Dat ik ook daarmee zat te stoeien. Want ik heb hier eigenlijk best wel een beetje rare minderingen gemaakt. Waardoor het toch een beetje een rare vorm heeft. Dat denk ik. Ik denk dat toch mis is gegaan. Dat ik die mouwen misschien iets te wijd vond of zo. En niet helemaal zin had om helemaal opnieuw te doen. Nou, dat weet ik niet meer. Ja, nou goed. Ik vertel eventjes over wat ik klaar heb. Ik heb 3 projectjes klaar. Het is niet zo dat ik dan heel erg veel erover kan vertellen. Dat merkte ik al net in het Engels. Dat ik er snel doorheen ging. Maar het zijn wel leuke dingetjes om te zien. Ik heb de trendy sjalen of shawl gemaakt. Het patroon is van We Are Knitters. En ik heb de petite wool gebruikt van We Are Knitters. En dat is zo'n Peruvaanse wol. Ik denk, het is in ieder geval 100% wol. Of, ik denk dat het dan een superwash is. Maar dit is hem. Hartstikke leuk. En het is gewoon een... oh ja, dan weet ik nu de naam niet meer in het Engels. Het is gewoon recht breien. Dus je een ribbelsteek, sorry. Het is gewoon een ribbelsteek. En het is gewoon zo'n driehoeksjaal. Maar daar is het echt heel lekker. En lekker zacht en groot. Het is een 8 mm naald heb ik gebruikt. Gewoon zo'n rondbreinaald, maar dan heen en weer gebreid ermee. En ja, het is gewoon heel lekker zacht en heel heerlijk. Het enige wel is dat hij denk ik heel snel gaat pillen. Want ik heb ook eentje in het groen en het roze. En ik ga er denk ik ook nog eentje in het zwart maken. Want ik heb nog 3 bolletjes ervan. En dan heb ik geen We Are Knitters van de Petite Wool meer. Wel nog heel veel katoen. Moet ik ook nog op gaan breien deze zomer. Maar het pilt dus heel snel. Dat is het enige wat ik een beetje jammer vind van deze wol. Voor de rest is het echt heel lekker en zacht en is het echt wel heel fijn om mee te breien. En ook heel erg lekker warm. En ik hou er gewoon heel erg van als het hele dikke
sjalen zijn en dat je waar je echt zo je in kan verstoppen, zeg maar. Dat was dan alles eigenlijk denk ik wel over deze sjaal. Dan heb ik ook nog van Tink & Nits de Grain Shawl gemaakt. Dat is gewoon een gaatse patroon. En daar heb ik... eigenlijk wilde ik die laten zien die ik voor mijn moeder heb gemaakt. Want die heb ik groter gemaakt. Dus heb ik 3 bolletjes van Merino van Kleur en Draad gebruikt. En van de kleur Suzy Q. En bij deze heb ik er maar 2 gebruikt. Ik zal hem even laten zien. Ja, hij is echt heel leuk. Het is echt ook echt een aanrader. Zo leuk om te breien ook. Maar het duurt wel lang. Het is wel saai. Maar je kan daardoor wel een beetje oefenen met hoe je breidt. Want ik eigenlijk denk ik dat ik tijdens deze sjaal continentaal ben gaan breien. En dan, ja, dat leer je dan wel. Dus dat is wel heel fijn. En je hebt dan van die gaatjes zo hier. Ja, het is echt heel leuk. En ik vind ook echt die Suzy Q. Ik ben er helemaal dol op die kleur. Voor de witte rand heb ik Onion Sock brandnetel gebruikt. Heb ik ook gekocht bij Cross & Woods. En de groene rand is van La Mana Perla. Ook bij Cross & Woods gekocht. Ja, en het is gewoon ook een heerlijke sjaal. Ik draag altijd mijn sjaals een beetje zo. Het is niet het meest flatteus, maar het is wel lekker en praktisch. En daar houden we van. En ja, ik kan hem wel echt aanraden, deze. Dat heb ik ook al 3 keer gezegd. dan heb ik van Knitcafé Midori heb ik de Ranunculus gemaakt. Die heb ik gemaakt in de La Mana Perla. Ook gekocht bij Cross & Woods, maar dan de witte kleur. Daar heb ik 4 bolletjes voor gebruikt. Ik had wel 5 bolletjes kunnen doen. Maar op zich is het helemaal prima. Hij is wat korter. Maar hij is echt heel prachtig. Het is echt zo heerlijk. Ook hele zachte wol. Ik weet echt niet eens wat voor... volgens mij zit er ook zijde in. Vorige keer was ik daar beter in voorbereid. Wat er dan in zit. Nou, ik zet het er even onder. Dus het enige wat wel, waar je wel echt op moet letten... want dat had ik niet zo door. Want het is als je hem. Ik ga niet heel veel vertellen over het patroon. Het is gewoon een betaald patroon. Maar je zet hem eigenlijk op. Je hebt 2 keuzes uit een neklijn, zeg maar. Een kleinere en een grotere. En die kleinere is dan met een soort van tubular cast on. Nou ja, ook wel weer heel interessant op een andere manier. Waarin je al gelijk gaat meerderen. Daardoor is hij wat soort van strakker bedoeld. Maar. Ik denk eigenlijk dat ik hem nog een keer ga maken en dan een nog wijdere nekhals doe. Dat vind ik dan toch denk ik iets mooier. Maar dit is ook helemaal prima. En het is gewoon een heerlijk truitje denk ik ook vooral in de zomer. En leuk voor boven een jurk. En hij is echt heel zacht. Ik heb hem gebreid. In principe het patroon zegt dat je hem op een 6 mm moet breien. Ik heb 5,5 gedaan. Zodat hij wat vaster, wat dikker is. Soort van. En niet te los is gebreid. Verder heb ik een beetje een foutje gemaakt. Want in principe was het zo dat je de raglan in de oksel moest meerderen. En op een gegeven moment elke rij. Dat heb ik niet gedaan. Dus ik heb 2 minderingen minder gedaan. Maar eigenlijk achteraf vond ik dat eigenlijk wel prima. Want het is daardoor heb je niet dat je een soort van vleermuis effect hebt. Wat ik dus wel een beetje met dit vest heb. En dat heb je dan met deze niet. Dus dat vind ik eigenlijk wel fijner, denk ik, voor een t-shirtje. En verder had ik eigenlijk wel kunnen opletten, want de onderkant ben ik op de een of andere manier een beetje stoïcijns doorgegaan met dezelfde naald. Maar ja, daardoor wobbelt hij wel een beetje. Maar ja, ik accepteer dat maar gewoon. Maar ik denk, daar moet je wel gewoon eigenlijk een kleinere naald pakken. Sowieso wel, denk ik, een 5 of een 4,5 kan wel. Maar ik kan hem echt aanraden, dat patroon is echt leuk om te maken. Dan heb ik een beetje een onverwachte aankoop gedaan. Ik ben dus momenteel aan het breien aan de April Cardigan van de Petite Knit. En
dat is een beetje een onverwacht projectje geweest. Want mijn moeder die had dus wol gekocht voor een deken bij Cross & Wood. En ook echt best wel veel. En toen ze aan die deken begon, ze vond het niet mooi. Want het is wel wol en ze houdt er van haken en dat past dan niet zo goed. Dus, maar ja, toen ik die wol zag, toen dacht ik, zo, het is echt zo'n mooie wol. Ik kan dat echt niet laten liggen. Ik moet hem hebben, soort van. En nou ja, gelukkig had Cross & Wood voor mijn moeder heel veel besteld. Dus toen zei ik van nou, geef mij maar die wol. Want dan ga ik gewoon eventjes een leuk visje ervan maken. Ik heb het dus nu, die heet dit over Illimani Santi. Het is wol uit Peru. En nou, moet je zien. Het is toch prachtig? Wat een mooie wol. Het is echt heel mooi. Je wordt er helemaal blij van. En het is zo zacht. Er zit dus ultrafine merino in, baby alpaca yak en mulberry silk. Geen idee wat mulberry silk is, maar misschien zijn dat die rupsen die dan in een mulberry leven. Het is gewoon een rode kleur, maar het is echt, oh, ik vind het echt prachtig. Ja, en ook echt zo zacht, niet normaal. maar wat ben ik dus aan het maken? Eerst eventjes ook mijn project bag te showen. Deze heb ik zelf gemaakt. En aan de binnenkant heb ik die gedaan. En je ziet het al. Daar komt de April cardigan. Ta-ta-ta-ta. Oh, hij is zo leuk. Ik word ook helemaal blij van die wol. Het is gewoon zo zacht en zo mooi. Zo'n mooie kleur. Ik heb dus helemaal geen rood hè, in mijn kast. Dus dit is wel een beetje uniek dat ik opeens rood wil of zo. Maar die wol, het is ook met elk licht heeft het weer een andere kleur. Ik vind het echt heel bijzonder. Maar dus dit is de April cardigan. Eigenlijk moet ik een beetje netjes zo vasthouden. In principe is het een heel eenvoudig patroon en is het ook gewoon makkelijk te volgen. Alleen heb ik een paar foutjes gemaakt. Op een gegeven moment moest je dus bij de raglan bij elke rij gaan meerdere. En op de een of andere manier kreeg ik dus gaatjes. Dus toen moest ik weer toch het uithalen en weer opnieuw. En nu, ik weet niet of je het nou goed kan zien, sorry, mijn hand is een beetje blauw. Ik ben op mijn hand gevallen. Ja, nu geen gaatjes. nee, ik ben op mijn hand gevallen omdat ik aan het fietsen was. Met mijn surfboard in mijn hand. En toen gleed mijn voet van de trapper af. Voel ik zo op mijn hand. Toen kon ik een aantal dagen niet meer breien. Wat echt heel jammer is. En nu gaat het weer iets beter. Dus kan ik weer een beetje breien. Ik heb dus de tip van It's a Sarah opgevolgd. Van die podcast. Ook een hele leuke podcast. Dat je dus, nou het is echt een zootje. Sorry. Dat je dus al die stitchmarkers, het aantal wat je dus gaat meerderen. Qua raglan meerderingen, dat je dan al eigenlijk dat uittelt en die aantal steekmarkeerders alvast eraan doet. Dus dan hoef je niet meer na te denken. Dat is fijn. Nu kan ik eigenlijk overal waar ik ben, hoef ik niet per se het patroon mee, want, of het patroon te lezen, maar kan ik gewoon het, ja, kijken van hoeveel steekmarkeerders heb ik er nog aan hangen. En dan kan ik die gewoon gebruiken en dan hoef ik niet meer na te denken. Ik hou ervan als ik niet meer hoef na te denken. En ja, dus het gaat wel langzaam. Het is een DK weight yarn. Ik vergeet het te vertellen in die Engelse podcast. Dus ik brei het nu op een 4 mm naald. Maar het gaat dus een beetje langzaam op de een of andere manier. Maar dat is helemaal niet erg. We breien gewoon gezellig lekker door. Dan, deze heb ik natuurlijk nog helemaal niet verteld in de Nederlandse podcast. Maar ja, misschien hebben jullie al de Engelse gezien. Als je het Nederlands hebt gezien, dan heb je misschien Engelse ook al gezien. Ik laat een steekje vallen gelijk. Zo, gelijk opgelost. Dit is de Wintersol trui. Zo. Maar ik ga er een vest van maken. En dit is een patroon van Jennifer Steinkast. Ze heet Knit Love Woo op Instagram. En ik heb alvast extra stiek steken erbij gedaan, zoals je kunt zien. En het verhaal was eigenlijk de vorige keer dat ik het een beetje. De wol is British Blue
Wool from Erica Knight. Die heb ik gekocht bij Mirjam Molenbeek. Hele mooie wol, non-superwash en heel mooi zacht. Wel een beetje glad voor kleurwerk. Dus ik zou het denk ik niet nog een keer breien van die wol. Want je ziet echt alles. Ik weet niet of je het ziet, maar... Ja, je moet gewoon... Ik ben nog niet zo heel lang met kleurwerk bezig. Dus je moet echt wel een goede breister zijn. Of een goede breister, maar gewoon wat langer die techniek doen met... kleurwerk, dat je dat dan kan voorkomen dat het er niet zo wobbelig uitziet. Misschien als ik het ga wassen en het ga blokken dat het allemaal meevalt. Dat hoop ik nog steeds. Maar ik ga het nu niet meer uithalen. Ik vind het helemaal mooi en perfect zo. Ik ga hem gewoon afmaken. En wat ik met deze ga doen is dat ik het dus ga stieken. En dan, of nee, eerst met een haaknaald techniek doe. En dan knippen. En dan de... knopenband eraan breien. goed. Ik ben in ieder geval blij dat ik nu alweer zo'n eentje ben. Het is ook een DK, denk ik? DK? Weight yarn? Het worsted. Nee, ik denk DK. Het is ook gebreid op een... Beter voorbereiden me in. Een 4 mm naald. Dus nou, volgende keer hoop ik dat ik hem af heb. De laatste tijd breidt niet meer zo snel, zeker niet met mijn hand. Dus we moeten het maar even afwachten. Ik weet ook niet hoe vaak ik dit filmpje nou ga opnemen hoor. Dan heb ik nog twee sokjes waar ik aan het werk ben. Ik heb afgelopen winter meegedaan aan de adventkalender van Olivia en Oliver Fibers. De Wanderlust advent. En nou, hele mooie... hoe zeg je dat, van die mini skeins gekregen en die heb ik al gedaan in mijn Noord-Italy deken en nu maak ik er ook nog leuke sokjes van, dus een soort van scrappy socks. Ik heb draadjes hou ik dubbel, want ik vind het, blijkbaar maken mijn voeten gewoon heel snel de sokken kapot, zeker zelfgebreide sokken. En hoop ik dat eigenlijk door dat ik dus de draad dubbel hou, dat ze dan gewoon wat sterker zijn. Dat hoop ik. Eigenlijk niet echt veel over te stellen. Ik heb het patroontje heb ik een beetje afgekeken van het boek 52 weken socks. 52 weeks of socks. From Lane. En... ja, een beetje zelf gefreestyled, zeg maar. Ik ga denk ik de shoulder wrap heel gebruiken. Maar dat weet ik nog niet zeker. Dat is dat. Dan dingen die ik heb gekocht. Ik ben een beetje ver weg. In principe koop ik niet super veel wol. Dat blijf ik maar zeggen. Nou, eigenlijk koop ik wel veel wol, maar ik probeer het eigenlijk een beetje te minderen, want ik heb al nog heel veel. Maar dit projectje vond ik wel heel mooi om toch ook te kopen en aan mee te doen. Je voelt je een beetje, het gaat er dus over de oorlog in Oekraïne, je voelt je een beetje soms machteloos. En ik dacht, nou ja, breien kan ik wel, dus dat lijkt me wel gewoon leuk om mee te doen. Ik zag deze dus van Kirsten Dreis. Dreisdeel, de Scandi Work. Ik zal anders ook nog een andere foto erin doen. Zag ik op Instagram langskomen. En het is een Selbu-mitten. Dat is een beetje Scandinavisch ontwerp. En er zitten ook allemaal symbolen bij van die voor Oekraïense mensen wat betekenen. Nou, het leek me wel mooi. En dan dacht ik, dan doneer ik het ook gewoon aan die warme voeten. Wat op Instagram ook rondgaat. Ik dacht, nou ja, dat is wel mooi. Wat ik ga gebruiken is de Camaros van Cross & Woods heb ik die gekocht. Het is Yaku en 100% Merino, maar wel superwash. En je breidt, het is 100 gram, nee 200 meter voor 50 gram. Leek mezelf ook wel mooie kleuren en mooi project.
Dan heb ik nog een leuk verhaal. Ik was dus naar de supermarkt gegaan. En ik had mijn zelfgebreide wanten aan van, hoe zeg je dat? Van Think & Knit, The World's Simplest Mittens. En op de een of andere manier ben ik ze gewoon kwijtgeraakt. Op het ene moment had ik ze nog een soort van onder mijn oksel, want ik wilde dingen pakken. En toen, voor ik het wist, waren ze weg. En ik loop terug, ik denk wel 10 rondjes door die winkel heen gelopen en ze zijn gewoon weg. Daarna ben ik ook nog een paar keer teruggegaan, een weekje daarna. Van, zijn ze echt niet achter de toonbank of zo? Maar die dame zei, nee, het is echt niet zo. Nou goed, daar had ik ook wel een beetje rust mee. Dus ik dacht, nou in ieder geval zijn ze met z'n tweeën. Er heeft iemand anders ook echt wat aan. Dus ik hoop dat dat persoon die ze heeft gevonden er heel veel plezier van heeft. Maar het was wel een beetje verdrietig, vond ik. Want het waren echt mijn lievelings. Dus nu heb ik bij het koperdraadje nog een bolletje Alfos Lopie gekocht. En ga ik er nog 2 voor mezelf maken. Maar misschien komt dat pas later. Maar deze heb ik ook nog gekocht. Dan ben ik eigenlijk een beetje tot het einde gekomen. Heel erg bedankt dat je tot nu hebt gekeken. En ik vind het al heel erg leuk om toch deze filmpjes op te nemen. En ik ben benieuwd of het ook in het Nederlands leuk is. En hopelijk zie ik je de volgende keer weer. Tenminste, ik niet jullie, maar jullie mij. Oké, nou dan!